Wij weten natuurlijk wel wie dat de Miss Kruibeke geworden is, want ja, wij hebben de resultaten. Maar wij willen eerst eens horen wat de gemiddelde inwoner van Kruibeke nu eigenlijk denkt van toch wel de dame die het Kruibeekse volk moet vertegenwoordigen. Wij lopen hier eventjes rond op Kruibeke dorp en wij vragen een toevallige voorbijganger deze foto van de winnares daar te beoordelen. Een toevallige voorbijganger. Dirk de Keetleren, die komt nog rond. Miss Kruibeke, dat is toch nogal een titel. We dachten, ja, misschien een schipper van jeugd. Die kan er wel eens objectief, zijn mening ja. over zeggen. Allee, zo objectief zal het waarschijnlijk niet zijn. Wat vind je ervan? Ziet dat er een mis uit? Ja, die heeft wel zo wat allures van een mis. Allures, zoals, ja. Ja, dat is waar. Dat kunnen we wel goed. Een mooie dame, zal ik zeggen. Als ik goed ga zien, blauwe ogen. Altijd een voordeel. Ja, mooie blauwe ogen. Dus dat is wel niet in de winter getrokken, want dus... Schamerkleed. Hoe schat haar innerlijk in? Is het een gemene bitch, want bij die missen... Nee. Ze heeft een mooie glimlach. Ah ja, dan is het goed. Wat vind je er nu van? Niet slecht. Het is een mooie foto, een mooi meisje. Ja, dat is serieus, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze ziet er... presentabel uit, zou ik zeggen. Ja. En hoe oud schatten ze? Nog te groen achter haar oren om mis te 17, zijn? 17, 18 jaar. Oei. Waar is dat? Ja, dat is een schoon masker. Dank je. Ja. Oh, maar jammer, hè. Het is mijn type, niet helemaal, maar... Jammer, hè. Maar het is geen lilleke, hè. Nee. Ja, nee. Het is zeker geen lilleke. Is het wel vriendelijk, hè? Zeker. Oh, ik denk dat ik ze precies kijk. Is het een goede keus? Ja, ik vind dat toch, ja. Een goede keus? Ja, ik vind dat toch. Ja, het had veel slechter kunnen zijn. Ja, oké, okay, ja. Die kennen we. En? Vind ervan? Op het moment al veel chichi. Het is wel een leutige. Een leutige? Ja. Wel zoiets van, dat is wel wat vrolijk voor een mis te zijn. Allee. Perfect. Het is erop geschreven.